Ah, nee. Die relatie is toch altijd. Het is altijd hetzelfde. En mensen gaan het ook gewoon nooit snappen of begrijpen, maar op een of andere manier worden wij gewoon verliefd. Op een of andere manier voelen wij ons echt zo aangetrokken tot iemand dat we gewoon zoiets hebben van: oké, he or she is the one. Maar ik ga jullie vandaag iets vertellen over hoe dat ik mezelf heb gevoeld, slash hoe dat ik voor het eerst echt verliefd ben geworden op iemand. Yo, we zijn weer terug bij een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe video, je boy Danny Smalls. We moeten het een beetje consistent houden, zoals ik al altijd heb gezegd. Gewoon video's blijven droppen. Vandaag is weer zo'n dag. Vandaag is zo'n dag dat ik mijn gevoelens op tafel ga zetten voor jullie. En dat we een kleine storytime gaan doen over hoe ik voor het eerst echt verliefd ben geworden. Deze story is echt, zit mij diep in het hart, want het was echt ook wel de eerste keer dat ik echt, echt verliefd was op iemand. Like, mijn hele hart heb gegeven aan iemand. Anyways, het is ergens in het jaar 2017. Young Daddy Smalls leert net hoe je moet omgaan met meisjes. Hij is geen kindje meer. Hij weet nu en hij leert nu hoe hij volwassenen moet worden. Storytime! Dus ik was 17 en ik ging vaak naar buiten. Ik ging naar Sint-Pieters, ik ging naar Zuid, ik ging gewoon overal. En ik weet nog deze ene keer dat ik buiten was met een van mijn homies, ik weet zelf niet meer wie. En ik zag deze beautiful chick buiten en I was like, who is this? I gotta know who this is. En I gotta know her. Dus snap je? Ik vraag zo aan een paar vrienden of die kent. Maar ik zag haar daar staan. Ze stond daar met haar vriendinnen buiten aan het zuid, aan het skatepark. En ik dacht gewoon van, oh my god, this is the most beautiful girl I ever saw in my life. En jullie kennen toch wel dat gevoel dat jullie hebben zoals jullie iemand zien. Dat jullie echt gewoon zoiets hebben van, die is gewoon different in vergelijking met alle meisjes of jongens. Voor de meisjes of jongens, snap je? Ik had dat gevoel bij haar en ik dacht echt gewoon zo van, wauw, nu, ik moet deze moet ik echt get. Deze is echt eentje dat ik moet hebben. Anyways, dus ik zag haar de eerste keer, we hebben een klein beetje oogcontact gemaakt. Ze keek terug in mijn ogen en de physical connection was er al een beetje. Er was al een kleine chemistry aan de hand. Ze gaf me de bluetooth en al wat ik moest doen was connecten. We zagen elkaar en we waren gewoon even aan het chillen, maar ik heb geen woord tegen haar gezegd en zij geen woord tegen mij. Het was een soort van, laten we zeggen, een week gepasseerd en dan zie ik haar opnieuw. Maar deze keer zie ik haar alleen in de bus. Daddy Smalls, grab al uw moed gewoon bij elkaar en go! Dus ik dacht van, I'm going. Snap je? Dus ik spreek haar, ik vraag wat haar naam is. En ik ga haar echte naam dus niet gebruiken, maar Stella zei dus tegen mij dat ze Stella heette. Ik zei, ja, ik weet niet meer, we hebben elkaar vorige keer gezien. Ja, oh my god, it was so bad. En ik dacht gewoon van, ja, kijk, ik vind u ergens wel leuk en zo, dus we zouden elkaar een beetje beter moeten leren kennen. Oké, fast forward naar volgende week. We spreken meer, we spreken via Instagram, DM's en zo. And it was pretty fun, snap je? Echt gewoon een chick dat ik gewoon nog nooit had gezien. En ik dacht gewoon bij mezelf van, oké, we got a winner hier, snap je? We sturen even, een hele nacht sturen we. En het is echt like, het is echt like beautiful aan het worden. Zij stuurt hey, ik stuur hey terug. We bellen de hele nacht. It was cute, het was de perfect love story. Echt, deze is echt zo de ideale love story, snap je? Zat ik niet meer op school, ik werd buiten gesmeten en ik zat in een soort van break dat ik mezelf heb gegeven voor 4 maanden. I don't even know why. Maar jullie moeten dus weten, dit is soort van september, oktober. Ik heb 4 maanden gestreden. 4 maanden lang ging ik voor haar naar Deinze, naar haar school. Keerde ik terug, elke keer, gewoon om haar te zien, gewoon zo. Elke dag in die 4 maanden dat ze school had, was ik aan haar schoolpoort. Dus van Gent naar Deinze, elke keer met de bus 77, of ik weet al, ja, de bus 77, naar daar en gewoon weer terug. En weet je, dat was like het beste gevoel dat ik ooit heb gehad. Like, it was so beautiful, man. En ik dacht gewoon bij mezelf van, oké, we hebben gewoon echt een winnaar. Ik heb gewoon echt eindelijk mijn chick gevonden. Begin april, want toen was ik samen met haar. Begin april. Op 420 ga ik nog een keer met haar naar haar school. En dan geef ik haar voordat ik wegga een kus op de mond. Wow, it's crazy, man, it's crazy. We zijn in een relatie, man. We gaan trouwen, we gaan baby's hebben. We gaan... Nou. Ja, toen kwamen er problemen, trust issues. Ik weet nog deze ene keer dat ik gewoon een foto likte van een chick op Instagram. En zij was echt zo van, wow. Wat heb je net gedaan? Like, waarom liked je haar foto? En dat is het probleem met meisjes. Jullie meisjes willen altijd zo dat er zo geclaimd wordt. Like, als jullie al samen zijn, is dat toch gewoon al claimen. Als er iets moois is, mag je dat toch ook gewoon liken? Like, ze werd zelf boos als ik gewoon celebrity chicks likte. Dus, I don't know, man. Uiteindelijk, 6 maanden passeren. We gaan uit elkaar. En
daar is waar dat het diep werd. Ze had mij bedrogen met een... Met gewoon iemand, guys, I don't know. Maar ik kwam er gewoon achter en het zat echt diep. Ik zat echt in mijn kamer, echt gewoon te denken van... Pff, ik was echt verliefd op haar en ik had echt gewoon 100% van mijn hart gegeven aan haar. En ze heeft daar gewoon zo mee gejongleerd en gewoon laten vallen. En dan dacht ik gewoon van, oké, ik ga gewoon nooit meer van mijn leven ga ik verliefd worden op iemand of iets. Of snap je? Want echte liefde voor mij, in mijn ogen, is gewoon dat gebeurt één keer. Dat je echt gewoon super verliefd wordt op één iemand. En dan is dat weg. Al die andere relaties die jullie erna gaan hebben, dat is allemaal bullshit. Snap je? Want snap je? Je kunt niet even verliefd worden als op je eerste liefde. Snap je? En de meeste van jullie gaan zeggen, oh my god, Daddy Smalls, je bent aan het 7. Wat zeg je allemaal? Maar nee, het is echt gewoon zo. Ik denk gewoon echt, like, kijk gewoon naar jullie ouders of zo. Man, sommige van jullie ouders zijn al meer dan 20 jaar getrouwd en gaan dan uit elkaar of zo. Snap je? Je kunt gewoon niet even verliefd worden op iemand anders als op die eerste persoon, snap je? En dat is gewoon een feit. Dus daarom denk ik gewoon dat ik nooit meer een relatie ga hebben. En dat ik gewoon altijd single ga blijven. En geen kinderen ga krijgen. Want maakt zelf niet uit, ik wil zelf geen kinderen. Het was een kleine love story over hoe dat Daddy Smalls verliefd werd. En hoe dat ik mijn eerste liefde ooit had gevonden. Vonden jullie deze leuk? Dan laat gewoon een blauw duimpje achter. Comment whatever dat je wilt commenten. En volg me op Instagram. En abonneer op mijn YouTube kanaal Daddy Smalls.